Ja, het frame kennen we, hè. Dat is gewoon supergoed. Daar valt niet veel over te zeggen. Voor de rest is dat een supergoed fietsje, heel reactief. Alles wat je ervan verwacht wordt waargemaakt. Het rijdt heel soepel, zittend, staand, sprintend. Draait heel goed. Legt zijn eigen heel goed mee in een bocht. Top fietsje. Het is enkel de zaalpen voor mij die dat verschil maakt, maar ik zou dat nooit zo meer rijden. Maar voor de rest, het frame vind ik super. Ik snap heel die fiets volledig, alleen die zaalpen niet. Dus echt iets wat je perfect kunt kopen om een heel jaar door te amuseren. Je kunt er zelfs, ik denk zelfs een 33 op leggen. Ik zou er zelfs mee kunnen wel crossen. Ik zat niet 100% goed, maar dat is puur positie. Maar voor de rest, we het heel hoog. Ja, als je iets zoekt om bijvoorbeeld hier, we zitten in de camper, om hier wij dagenlang te amuseren langs de vaart, dan is dat wel echt fiets. Super reactief, echt mega aangenaam om mee te rijden. Dat is echt hetgeen wat ik zoek in een fiets. De wielen zijn juist, de banden zijn juist, zijn ook goed ook. Dat kende ik eigenlijk niet, ik heb dat vroeger nog mee gekoerd, de Hutchinson. Met die tubes, maar dat zijn goede bannetjes. Maar het belangrijkste om die fiets is het frame. Frame, vork, is allemaal juist. Verrassend goed fietsje. Is de positie wel zo'n top. Maar ja, als je daar vandaan komt, dat is echt zo'n fiets die je loopt. Je moet echt in een bocht dwingen. Kom, jij moet in. Je moet je bekende zijn haar pakken en de beurs sleuren. En deze doe gewoon een klein inputje. Dat draait wel. Dat is eigenlijk een fiets waar je de klassieker in Vlaanderen perfect mee kunt rijden. Die combinatie van die losse staande buis met dit, dat geeft een heel speciaal gevoel, vind ik. De nummer 1 op mijn lijst was deze Look KG 795 RS of kilogram 795 RS. Hij is zo snel als dat hij eruit ziet. Het is gewoon een bloedmooi fietsje dat heel nerveus reageert op iedere input. En eigenlijk, ja, naar mijn beoordeling, de beste fiets van het zootje dat we getest hebben. Maar hij is ook best duur, dus prijs-kwaliteit denk ik dat hij misschien niet in aanmerking komt voor iedereen. Maar het is wel een enorm leuk fietsje om mee te rijden. En, ja. Iedereen moet zijn eigen keuzes maken natuurlijk, maar als je een beetje euro's opzij hebt gespaard om je fiets te kopen, dan raad ik dit toch wel aan. De Lapierre heeft mij altijd wel vroeger een beetje geïnteresseerd, zal ik zeggen. Het was een fiets waar ik niet goed van wist wat ik ervan moest vinden. Ik vind hem niet super mooi, maar ik vond het wel een fiets die aansprak. Het is de eerste keer dat ik op een Lapierre gereden heb vandaag. Hij is voor mij iets te tractorachtig. Dat wil niet zeggen dat het een slechte fiets is, helemaal niet. Maar de geometrie ligt voor mij net iets te veel naar achteren georiënteerd. Dus je zit echt wel ver achter de braquet. Ook de vork staat redelijk ver naar voren. Dus dat wil zeggen dat je een fiets krijgt die iets minder reageert en iets braver is op alle input dat je het geeft. Dus voor mij persoonlijk was dat iets minder, omdat ik er gewoon niet van houd. Maar dit is zeker een fiets voor mensen die dat zoeken naar comfort. En die rustig willen gaan toeren zonder al te veel nervositeit. De nummer 2 op de lijst, voor weinigen natuurlijk een verrassing. De Specialized Tarmac hoort altijd thuis in de top 3. Een beetje de gekende formule van een heel goed frame in een iets goedkopere afmontage. Waardoor dat de prijs zakt en daardoor ook de fiets waarschijnlijk hoger in de rangen kan komen. Maar het is gewoon echt heel veel fiets voor weinig geld. Het is niet super goedkoop, maar je krijgt er ook wel de naam Specialized voorbij. En het is een frame dat, ik heb zelf ook een Specialized staan die een aantal jaar oud zijn, dus dat frame slijt niet. Daar kun je eigenlijk 20 jaar mee rijden, dus zeker zijn plaats waard. En dan uiteindelijk de nummer 1, de Canyon, is het CFSL ondertussen. Eigenlijk ook een endurance fiets. Ik zelf raad hem af met deze zadelpen te nemen, maar dat is persoonlijke voorkeur.
Als je deze fiets wilt gaan testrijden ergens, zou ik u aanraden om alle twee de opties te proberen. Een gewone zadelpen en de verende optie te nemen. Het geeft een enorm ander gevoel en mensen die dat niet gewend zijn, gaan de hele tijd denken dat hun frame gebroken is of dat ze een lekke band hebben. Maar als je voorbij dit kijkt, is het een enorm mooie fiets die daar ook nog eens heel mooi is afgemonteerd. De juiste wielen zitten erin, je hebt die i2, je hebt een heel mooie in het oog springende cockpit en een super mooi kleurtje nog. En het rijdt gewoon goed, klopt. Voor de prijs van deze fiets krijg je echt wel een profwaardige fiets. En het ziet er gewoon heel professioneel uit allemaal. En het is goed materiaal, dus ik zou zeggen, ja, koop maar.